Directeur Geert zei, komen wij eigenlijk uit België speciaal voor jullie, want wij mogen met een bijzonder project starten. Maar ik kan dat project niet alleen voorstellen, want ik heb een heel speciale vriend bij. En dat is onze vriend Five. Maar ik denk dat Five nog een dutje aan het doen was. Dus we gaan hem moeten roepen. Gaan jullie mij helpen? Oké, ik tel af en dan roepen we zo luid mogelijk Five. 3, 2, 1. Five! Oei. Misschien nog een beetje luider. 3, 2, 1. Five! Goedemorgen! Was je nog een beetje aan het slapen, Five? Ja, hij was nog niet zo goed wakker. Maar ik heb dus mijn speciale vriend Five meegebracht voor ons leuke project. En dat project heeft te maken met deze palen. Hebben jullie deze al zien hangen rond de school? Wie heeft die al gezien? Ah, toch al veel kinderen. Ja, leuk. Maar waarom zijn we hier nu precies? Omdat wij iets heel belangrijk vinden. En ik denk dat onze wethouder daar een beetje meer kan over vertellen. Want wij hebben één groot doel. Ja, goedemorgen, dankjewel. Leuk om hier te zijn. En ik kan er inderdaad wel ietsjes meer over vertellen. Jullie weten dat misschien ook wel. Want met Five, met High Five... gaat er iets heel moois gebeuren en eigenlijk ook iets heel goeds wat wij als gemeente Aalten ook ongelooflijk belangrijk vinden. Wij vinden duurzaamheid heel erg belangrijk, dat we goed voor het milieu zorgen. Vanochtend zag ik op de kalender dat het zelfs vandaag duurzame dinsdag is. Ik weet niet of dat in België ook zo is, maar in Nederland is het duurzame dinsdag. Dus we vinden het heel belangrijk dat er zo min mogelijk met de auto wordt gereden. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat je in beweging bent en blijft. En fietsen en lopen naar school, dat is heel erg belangrijk. En een derde, wat we ook als gemeente heel belangrijk vinden, is dat het veilig is rondom de school. En als er minder auto's rondom de school rijden, dan wordt het om de school ook een stukje veiliger. Dus duurzaam, gezond en veilig. Moet je eens kijken, 3 doelen waarom deze High Five paal bij jullie op school staat. En ook in de buurt op allerlei plekken staat. Het is volgens mij zelfs, vertelde directeur Geert net, pas, let op, de 2e school in Nederland die dit heeft. Dus de 1e van Aalten, dat sowieso. En ook de 1e van de Achterhoek. En de 2e van Gelderland. Dat is echt heel erg mooi. Dat vind ik eigenlijk wel een applausje voor de school waard. En er is nog iets anders wat ik heel ongelooflijk prachtig vind. Want vorig jaar deze tijd, toen was het vorige schooljaar net begonnen. En toen was het best wel een beetje een gedoetje. Met heel veel auto's. En wie parkeert nu waar? En wie komt waar vandaan? En hoe gaan we dat precies doen? Dus dat was een klein beetje een probleem, zou je kunnen zeggen. En ik vind het wel een heel groot compliment voor de leiding van de school dat ze van dat probleem een enorme kans hebben gemaakt. En niet alleen die veiligheid en het probleem met die auto's hebben opgelost, maar ook nog eens een stukje duurzamer zijn en jullie nog meer laten bewegen. Dus ook een applaus voor de leiding van de school en meester Geert en zijn collega's. Top. Krijgen jullie allemaal van je juf of meester 2 enveloppen? Of zeker 1 grote envelop? En daarin zit een heel bijzonder bandje. Zo, zien jullie het? Een klein blauw bandje. En dat bandje, dat heeft een speciale chip. En als jullie al lopend naar school komen, dank je, en jullie komen langs een paal, dan neem je je bandje met het harde stukje en ga je gaan high-fiven. Heb je het gehoord? Ja, je hoort een biepje en je ziet een lichtje. Dan weet je, oké, ik heb gehighfived. En dan krijg je munten. Waarom zouden we nu munten verzamelen? Wat zou je misschien kunnen doen met munten? Je kan inderdaad iets doen met die munten. Je kan gaan sparen voor leuke prijzen, voor leuke beloningen. We hebben bijvoorbeeld hier hele leuke prijzen met 5 op. Ja, of misschien kan je eens iets leuks doen hier in Aalten.
Ja, er is inderdaad een website, een app, waarop jullie zullen kunnen zien. Hier kan ik mijn munten bekijken, zoveel munten heb ik en daar kan je dan een prijsje inruilen. Natuurlijk, als je nu met de fiets komt, is dat dan veilig om zomaar te stoppen met je hand en te moeten scannen? Is dat veilig? Nee, nee, helemaal niet veilig. Wie komt hier met de fiets? Oh, vijf, al die kindjes met de fiets. Dat is al mooi. Voor de fietsers, die krijgen nog een tweede envelop. En zit zo'n speciale witte tag. Zie je die? Die maak je vast aan de voorkant van je fiets. En als je dan de fietsenstalling binnenrijdt, dan word je ook gescand en krijg je je munten. En dan hoef je dus niet onveilig te stoppen om te high-fiven. Ja? Dus als je al lopend komt, gebruik je je bandje. Kom je met de fiets, dan gebruik je de tag aan je fiets. En per dag kan je 10 munten verzamelen. Ja? 1 keer per dag 10 munten. Zouden die palen werken als het vakantie is, denk je? Nee, inderdaad niet. Dus in de vakanties, of in het weekend, of op een vrije dag, dan werkt het niet. Dus als je naar school komt, al lopend of met de fiets, dan kan je munten verdienen. Ja? Er zijn misschien ook kinderen die heel ver weg wonen, die wel met de auto moeten komen. Ook daarvoor hebben we een oplossing. Er zijn hier ook grote parkings wat verder van de school. Want we willen het graag veilig houden rond de schoolpoort. Dan kan je een beetje verderop parkeren met mama en papa. En dan kom je al lopend en kan je weer high-fiven. Ja? En dan kunnen jullie voor hele leuke beloningen gaan sparen. Straks krijgen jullie allemaal zo'n envelop mee naar huis. Die geef je dan thuis. En dan kan je dus gaan registreren. Als je geregistreerd bent, dus je bandje hebt gekoppeld, vanaf dan kunnen jullie eigenlijk morgen munten al beginnen verzamelen. Dus vanaf morgen, als jullie al lopend of met de fiets komen, beginnen jullie eigenlijk met sparen. Het is heel veel uitleg, maar we hebben er heel veel zin in. En we hebben eigenlijk nog iets heel speciaals meegebracht. Want Five heeft deze zomervakantie niet stilgezeten. Hij heeft eigenlijk een liedje gemaakt. Superheld, hij staat klaar, brengt je van hier naar daar. Het is maar dat je het weet, hij knoekt voor de planeet, dus doe met ons mee. Maak je groot en maak je klein, zijn maar fietsen is zo fijn. Stap naar links, stap naar rechts en ik doe het aan rechts. Rechts, links, klein, groot, maak van 5-10 minuten. Gaan we doen nu de vibe. Kapiteins mogen zijn piraten, volgen Five door alle straten. Dat is zo ongehoord, ze volgen Five door de poort. We gaan de uitdaging aan, ons mochten verslaan. Maak je groot en maak je klein, samen fietsen is zo fijn. Stap naar links, stap naar rechts en nu doe het averechts. Klein, samen fietsen is zo fijn. Stap naar links, stap naar rechts en ik doe aan rechts. Rechts, links, klein, rood, maak van 5-10 rood. Dan doen we nu de vibe en houden we in overdrive. Ja, high five in Alten voor het eerst. Wie bent u en wat is uw hoedanigheid hier in dit hele project? Ja, ik ben Magité van High Five en ik ben de community manager. Dus ik zorg eigenlijk dat alle projecten met de scholen zo goed mogelijk verlopen. Ik ben ook de contactpersoon met de school. En ik probeer alles samen met mascotte Five zo goed mogelijk hier te leiden. Ja, dit is een Belgisch product.
Klopt, ja. Wij dus in België hebben we heel veel scholen al deze voorziening. We mogen eigenlijk dit jaar in 53 scholen van start gaan, waarvan 7 scholen in Nederland. Dus het is heel fijn voor ons om hier ook te mogen starten. Ja, het gaat om een bepaald muntensysteem of registratiesysteem. Mm-hmm. Ja, klopt. Dus de kinderen kunnen eigenlijk door te scannen aan onze palen of door met de fiets te komen en gescand te worden, munten gaan verdienen en die kunnen ze omruilen op ons platform voor hele leuke beloningen. En wat zijn dan van beloningen, mogen ze dat allemaal zelf bepalen? Ja, dat wordt eigenlijk bepaald door de gemeente zelf, dus dat is afhankelijk van gemeente. Dat kan gaan van een leuke gadget, zoals een high five pennenzak of fluorstift, wat handig is in de klas. Maar het kan ook gaan om een leuke uitstap, bijvoorbeeld eens gaan zwemmen of naar de bioscoop. Ja, klopt. We willen eigenlijk graag gaan werken aan de veiligheid rond de schoolpoort. Het is soms heel druk en onveilig, zeker voor de kinderen die met de fiets of al lopend komen. En daar willen we heel graag iets aan doen. Dus hoe meer we de auto's wegkrijgen rond de schoolpoort, hoe veiliger. Nou, hier valt het nog wel redelijk mee in de Achterhoek, hè? Dalweg in Alten, neem ik aan. Het valt goed mee, maar we hebben wel met de directeur op voorhand eigenlijk overlegd. En hier bij de Triangle was het best wel moeilijk, omdat er heel veel ouders, als ze met de auto komen, op onveilige plaatsen eigenlijk gaan parkeren. Dus die proberen we zoveel mogelijk weg te krijgen. Ja, die mascotte High Five die is wel heel geliefd inmiddels hier in Alten, bij de kinderen. Ja, onze vriend Five is een hele grote factor bij de kinderen. Ze vinden hem heel fijn, hij is ook een grote aaibaarheidsfactor. En hij zorgt ook dat ons project net zo sterk is. Welk project volgt hier nog in de Achterhoek? Weet u dat ongeveer, wat hier nog gaat volgen naar Alten? Na Alten, naar welke andere we nog gaan? Ja. Wij gaan straks door naar Doetinchem en we starten ook nog in Arnhem. Dus een hele tournee, zo leert hij ook Nederland kennen, hè? Ja, klopt. Ja, we hebben al heel veel mooie plaatsen van Nederland mogen ontdekken. We komen hier ook altijd graag op bezoek, dus we zijn fijn dat we hier ook zijn mogen starten. Goed, bedankt voor uw toelichting en veel succes.